Zakenvrouw of huismoeder? Drie vragen aan. Ik ben Noortje Herlaar en ik speel Lavinia in de nieuwe serie De Zuidas. Werken op De Zuidas. We worden links en rechts ingehaald door jonge honden. Generaties met verschillen. Dit kantoor, deze mensen, jullie zijn gestoord. Dat klopt. Maar ze delen één eigenschap. Ambitie. Ambitie, ambitie, ambitie. Lavinia is eigenlijk iemand die heel ambitieus is en heel graag partner wil worden binnen het bedrijf. En daar heeft ze vooral één belangrijke concurrent te duchten. En dat is Edwin, gespeeld door Robert de Hoog. Wat wil je? De zaak Nancy Tremor. Ben je er nog steeds niet van de hand? Kan je hem overnemen? Mijn grootste conflict is eigenlijk dat ik een kindje heb, een peuter, thuis heb zitten. Maar ook heel graag carrière wil maken binnen het bedrijf. Leest u Olivia 's avonds voor? Als het werken toelaat, absoluut. Die combinatie van hoe ben ik een goede moeder en hoe kan ik ook eigenlijk al mijn tijd inzetten om die carrière te maken, ja, dat is wel een zoektocht voor haar. Nou ja, ik durf het niet te zeggen. Ik denk wel, we hebben ook een aantal rechtszaken gezien. Het viel ons eerlijk gezegd wel een beetje tegen hoe de meeste advocaten hun pleidooi houden. En ik denk dat je daar als acteur natuurlijk wel in getraind bent om gewoon met tekst bezig te zijn. Maar of ik een goede advocaat zou zijn, nee. De nieuwe advocatenserie Zuidas. Elke zondag. Ga naar npo3.nl/Zuidas.